Breda Nu. Je weet het meteen. Tijdens het maandelijkse evenement Bier en Ballen in Café de Bommel in Breda vond de voorvertoning plaats van de nieuwe documentaire Wij zijn NAC. Nakkers verzamelden zich voor een gezellig avondje bier en voetbal. NAC is een fantastische club waar ik een jaar geleden ben begonnen om wat films te maken. Om de supporters te bedanken. NAC vindt zijn support heel belangrijk, heeft er ook heel veel aan. Het avondje NAC dat al jaren geldt. Daar moest een reactie op komen vanuit de club. En dat zijn we met Geek Creator Film Production gaan doen. Had je ook de docu gemaakt als NAC niet was gepromoveerd? Ja, maar dan op een later tijdstip. Hè. Dan had ik dus een ander mooi einde aan het verhaal gevonden. Waar je het mee af zou kunnen sluiten. En documentaire gaat eigenlijk over een probleem dat wordt overwonnen of je stelt iets aan de kaak wat nog niemand weet. Nou, in dit geval ging het echt over het overwinnen van een ontzettende lijdensweg sinds de degradatie. En dat is nu al gelukt. Ja, en als het niet dit jaar was gelukt, dan wel volgend jaar of het jaar daarna. We hebben zojuist naar de documentaire van NAC gekeken. Wij zijn NAC, wij zijn terug. Ik sta hier naast Stijn Vreven, de trainer van NAC. Maar ja, zonder jou was deze documentaire natuurlijk niet geweest. Nou, dat zal heel arrogant klinken. Moest ik dit bevestigen? Nee, ik ben een onderdeel, een klein onderdeel geweest in de promotie. Maar daar hebben zoveel mensen aan meegewerkt. Daar hebben zoveel mensen hun heel hard hun best voor gedaan. En ik ben er een klein onderdeel van geweest. Wat vond je er verder van de documentaire? Hoe vond je het in beeld gebracht? Ik vond hem heel goed. Alle emoties zitten erin. Geluk, verlies. Blijdschap, tranen. Dus, ja, en je ziet ook aan die documentaire dat je eerst moet weten wat pijn is en verdriet is voordat je van succes kunt genieten. Dus ik vind het een hele mooie documentaire geworden. Vandaag hebben we de docu gehad van NAC, wij zijn terug. Wat vond je van de opkomst? Ja, het was volle bak, hè. Er kon niet heel veel meer bij, toch? Wat was voor jou het ultieme cup-NFL moment? NEC thuis. Die fase waarin NAC het zo moeilijk had en dat het publiek erachter ging staan. En eigenlijk het elfde over het dode punt heen hielp eigenlijk in die wedstrijd. Dat blijft altijd mijn ultieme moment van dat jaar. Is dat ook jouw NAC moment als NAC supporter? Of heb je meerdere momenten waarvan je denkt van dat is hem? Nou, ik ben van de jaren 90. En als je zelf 14, 15 bent dan beleef je het meest intens. Dus die momenten zijn mij altijd het meest dierbaar. Maar dit vond ik wel een goede nummer 2. Gewoon door alles wat er aan vooraf ging, maar ook door wat er loskwam in de stad. Maar ook wat er gebeurde in dat stadion op dat moment. De manier waarop het publiek eigenlijk meehielp om die wedstrijd over de streep te trekken. Dat was echt uniek. Dat zie je nergens in Nederland. Dat durf ik echt wel te zeggen. Ja, misschien hooguit zou het in de Kuip een keer kunnen, maar verder echt helemaal nergens anders. En dat, dat ontroert me nog steeds. Dus als ik dat terugzie, dan vind ik dat nog steeds het mooiste. Ja. En hoe kijk je dan naar de club NAC op dit moment? Je bent er natuurlijk vorig jaar ingestapt op het moment dat het echt dramatisch ging. Dat wij als supporters echt dachten van, oh, wie gaat hier ons uithelpen? Hoe kijk je nou naar zo'n documentaire hoe die supporters dat beleefd hebben? Ik vind gewoon, zoals 95% van de mensen van Nederland naar onze club kijken, dat het gewoon een fantastische mooie club is. Met een unieke sfeer en een mooi stadion en gewoon een hele mooie club in Nederland. Dit is jouw nummer 2, wat was jouw nummer 1 dan? Ja, de promotie in 93. Omdat, daar ging 8 jaar aan vooraf. En dat was in Den Bosch en die won NAC ruim ook. Maar daar ging nog meer ellende aan vooraf. En toen gingen er duizenden NAC-supporters mee in Den Bosch. Dat elftal is ook nog steeds mijn favoriete NAC-elftal aller tijden, omdat daar heel veel eigen jongens in zaten. Een heel herkenbaar elftal, heel aantrekkelijk elftal om naar te kijken. Dus dat is nog steeds mijn grootste promotiefeest ooit. En deze staat met een stip op de tweede plaats. De documentaire is op zondag 19 november om 20:30 te zien op Fox Sports 1. Breda Nu. Je weet het meteen.